Wat mij betreft is Nederland toe aan een revival van de vijver in de tuin. In de jaren 90 kwam dat natuurlijk helemaal op, werd helemaal in en het lijkt een beetje te zijn verdwenen. Echt de natuurlijke vijvers heb ik het dan over, hè. Maar als je ziet wat het doet in een tuin, het brengt beweging, het brengt biodiversiteit. Vogels gaan erin badderen, je krijgt kikkertjes, salamandertjes, je krijgt libelles erin. Kortom, dat water in de tuin voegt echt iets toe aan jouw hele tuinbeleving. Nou, en als je het over vijvers hebt, dan heb je, ja, de guru is Ada Hoffman. Zeg je Ada, zeg je vijver, zeg je vijver, zeg je Ada, zo zit het gewoon in elkaar. Zij was namelijk, ik denk 30 jaar geleden, de eerste die ging nadenken over, ja, letterlijk het ecosysteem in zo'n vijver. En dat je dat niet met allemaal filters en zo moet schoonhouden. Nee, dat er onderwaterplanten zijn die zuurstof afgeven, daardoor, ja, een helder en schoon water creëren. En zij was ook degene die dat zuurstofplanten noemde. Nou, dat komt u waarschijnlijk bekend voor. Dat is intussen helemaal wijdverspreid. Iedereen heeft het over zuurstofplanten. Maar zij stond aan de basis daarvan. Dit is zo grappig. Ik kom hier even aanlopen, hè, want het is een leuk plaatje. En al die groene kikkers die hier echt. Dit is de grootste populatie groene kikkers, hè, van Nederland. Hier in deze vijvertuinen van Ada Hoffman. Maar dan schieten ze weg en dan zie je ze in dat heldere water. Zie je die kikkers zwemmen, jongen. Het lijken wel pijlen. Boven water zijn ze zo traag als maar kan. Maar onder water schieten ze weg. Nou, ik ben nu in het plaatsje Lozen. Best wel richting de oostelijke grens van Nederland, maar echt de moeite waard om een keer te gaan kijken. Het zijn niet alleen de vijvers die prachtig zijn overigens. Al het groen wat er is aangeplant is echt over nagedacht, gaan we allemaal laten zien. En als jij nou denkt, ja, zo'n vijver, ik bedoel, ik heb een tuin van 5x5. Waterschalen, potten met moerasplanten, ik bedoel, weet je wat het voordeel daarvan is? Je hoeft ze niet zoveel water te geven, want moerasplanten staan in het water. Verdroging komt ook bijna niet voor, want daar kunnen ze best wel tegen. En je geeft ze gewoon één keer in de 2-3 maanden, geven ze eens een keer wat water. Maar moerasplanten, denk aan snoepkruid, denk aan moeraspirea, denk aan de wonderboom. Het zijn waanzinnige soorten die ertussen zitten. We zijn het een beetje vergeten, hè? Want ja, wie heeft er nog een vijver? Daarom, we gaan het je laten zien hoe mooi dat kan zijn. Zelfs op een balkon, dakterrasje. Ik loop. Kijk dan wat ik hier ook tegenkom. Een hele lelijke kronkelhazelaar. Oh, wat ben je toch gemeen. Ik vind het gewoon niet mooi. Dat blad, kijk dan hoe dat eruit ziet. Dat is, in de zomer is de kronkelhazelaar op zijn lelijkst. Maar wat hebben ze gedaan? Al die onderste takken hebben ze weggeknipt, waardoor je die knoestige, stoere stammen en twijgen ineens zichtbaar krijgt. Het is een mooie doorkijk. Ja. Zo vind ik hem eerlijk gezegd best wel weer gaan. Maar in de winter, als al de blad eraf is en je ziet dan ook nog die kronkelende wirwar erbovenop. Ah, ik moet die van de winter terugkomen. Ik weet het al. Het een is ook gewoon nog mooier dan het ander, hè. Het is niet normaal. Heel veel soorten waterlelies. Groot blad. Echt blad wat boven het water uitspringt. Wat erop blijft drijven. Ook heel klein blad. En als je naar die bloemen kijkt, ja, het is. Het varieert allemaal van roze naar wit, naar rood, naar ziek. Het is waanzinnig mooi. Wat je hier ook mooi kan zien aan die vele soorten waterlelies, dat er dus altijd een waterlelie is die past in de vijver die je bouwt. Of je nou een vijver hebt van 6 vierkante meter of van 600 vierkante meter, er zijn altijd wel waterlelies die qua verhouding gaan kloppen. Je hebt waterlelies die maar 3 vierkante meter groot worden bijvoorbeeld. Als je daar kijkt, zie je een eiland. Vol met snoekruid. Er staat nog een deel te bloeien. Snoekruid, ja, dat is meer midzomer dat die volop in de bloei staat. Maar daar kan je nog een mooi deel van zien. En dat, wat ik dan zo mooi vind, dat zijn allemaal een beetje fijnbladige soorten. En op de achtergrond hier vandaan zie je de gunnera. Gunnera heeft, nou, blad van een meter doorsnee ongeveer. Dus als je hier kijkt, ja, en dan dat stoere blad op de achtergrond. Er staan niet voor niks overal stoeltjes. Ik ga even zitten, even genieten. Waar zijn we, Jur? Je wilt het misschien niet geloven, maar we staan boven op een dak, hè?
Kijk even wat er hier gemaakt is. Dat is toch waanzinnig. Gele waterlelie. Ik hou ervan. Ik vind dat echt heel bijzonder. Dan hebben we hier ook nog weer snoekkruid. We hebben hier nog kleine waterlelies. Holpijp. Deze jongens. Holpijp, erg mooi. En daar nog weer. Echt, dat is een inimini waterlelie. Ik denk nog niet eens een half vierkante meter. Daar, ja, weet je, maar kijk even. Dit is dus mogelijk, hè, op een dakterras. Als die ondergrond maar stevig genoeg is. Maar hoe pak je dat nu zelf aan, hè? Het maken van zo'n vijver. Nou ja, het begint natuurlijk met het maken van een heel groot gat. Zo groot als jij dat wilt hebben en wat kan in jouw tuin. Die grond die eruit komt, kun je natuurlijk gebruiken voor het opmaken van een waterval. Of juist een beetje een heuvelachtige structuur in de omgeving. In de buurt van de vijver. Als je die grond kwijt kan, doe het lekker in je eigen tuin. De bovenkant van die vijver moet natuurlijk waterpassen. Dat is anders een heel stom gezicht als je folie maakt. En de ene kant is een stukje hoger dan de andere kant. Want ja, het laagste punt, daar stroomt het water weg. En dan blijf je al die folierand zien. De diepte van de vijver, minimaal 70, het liefst naar 90 centimeter. En maak daar verschillende niveaus in. Want er zijn verschillende typen waterplanten. Je hebt natuurlijk de ondergedoken waterplanten, hè? Onder andere de zuurstofplanten. Je hebt drijvende waterplanten, bijvoorbeeld het mosselplantje of de krabbescheer. Nou, je hebt een onvoorstelbare hoeveelheid moerasplanten. We hebben er al een aantal gezien, maar denk aan het wollengras, de dotterbloem, de moeraspirea, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn onwaarschijnlijk veel moerasplanten, heel mooi, maar die hebben allemaal verschillende niveaus nodig. Dus denk daarover na. En dan heb je natuurlijk nog de waterlelies. Die moeten echt met de poten op de diepste gedeelte staan. Dus die staan op 90 diep en het blad komt aan de oppervlakte drijven. Daar ga je keuze in maken. Met starten van een vijver. Ja, je hebt kraanwater nodig. Oké, dat doe je één keer, hè, dat vullen. Voor de rest is de regen die het meestal een beetje bijhoudt. En in een hete zomer zal je af en toe een klein beetje moeten bijvullen. Die ga je op een biologisch evenwicht brengen. Nou, daar zijn bepaalde bacteriën voor die je goed kunt gebruiken. Je zal wat beweging in het water moeten maken in het begin. Hè, dat er wat zuurstof komt met een pompje bijvoorbeeld. En zorg ervoor dat je een hele grote hoeveelheid zuurstofplanten neemt. Die kan je er los in gooien. Die kun je ook in een bakje planten en zo. Nou, op die manier ga je de vijver opzetten. Die randen moet je mooi afwerken, want je wil die folie natuurlijk niet zien. Nou, dat is eigenlijk het begin. En dan nog zal je zien dat die af en toe een beetje groen kan worden. Want dat biologisch evenwicht is niet in één dag opgebouwd. Dan heb je toch een schepnetje nodig om die algenvlokken er een klein beetje uit vandaan te halen. Laat dat niet zomaar gedijen dat je denkt, oh, kom voor een keer goed. Nee, even strak. En uiteindelijk zul je zien, net als hier bij de vijvertuinen van Aarde Hofman, dat door gewoon de natuur zijn werk te laten doen, een vijver helder kan worden. Heb je eenmaal die vijver aangelegd, dan komt het andere leven vanzelf. Denk aan de salamanders en natuurlijk aan de kikkers. Kikkers, die kwaken. Ja, dat doen ze nou. Ja, kan ik ook niks doen. Maar dat doen ze om elkaar bij elkaar te roepen. De mannetjes en de vrouwtjes, want er moet dril worden gemaakt. Dus die roep is puur, ja, om een feestje te... Een soort drill rap is het. Ja, dat is zeker. Nou is het zo dat op het moment dat ze bij elkaar zijn gekomen, dat het mannetje achter op het vrouwtje springt. Want het mannetjeskikker, de mannetjeskikker, is kleiner dan de vrouwtjeskikker. Dus de man gaat erop zitten. Soms met meerdere mannen tegelijk. Tja, hier is dat heel normaal. Dan uiteindelijk komt de dril. De dril worden de dikkopjes, hè, die zwemmen al. Dan wordt het een klein kikkertje, die heeft dan nog een staart van dat dikkopje. Die staart begint te verdwijnen en een volwassen kikker is er pas na 3 à 4 jaar afhankelijk van de soort kikker die je hebt. Ja, en maar dan begint dat feest van het kwaken nou een beetje. Kijk, op het moment dat in het voorjaar de temperatuur boven de 8 à 9 graden komt, worden die kikkers allemaal wakker. Die kruipen eruit. Nou, en dan in de loop van de tijd, dus dan zit je ook een beetje richting de maand mei, dan begint het kwaken. Weet je,
Je kunt dan denken, ja, ik wil dat kwaak niet in mijn tuin. Maar hoe leuk is het als je dat leven ziet. En het duurt ook niet heel erg lang. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment zijn ze ook een keer klaar met z'n allen. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er gewoon van. Maar het verhaal van de kikker, ik vind hem leuk. Kijk, dit vind ik nou leuk. Soms kom ik iets tegen dat, ja, dit is misschien een probeersel, geen idee. Maar ik kom hier de Strelitzia tegen met het hele mooie grote blad. Moet je kijken hoe waanzinnig dat eruit ziet. En de Strelitzia maakt die paradijsvogel bloem. Kijk, hier is hij al uitgebloeid natuurlijk. Maar kijk dan even, je ziet nog heel duidelijk zo die punt omhoog wijzen. Hier beginnen allemaal zaaddoosjes te komen. Maar die staat hier dus als moerasplant. Nou, dat vind ik heel bijzonder, want eigenlijk kennen we hem alleen maar in potten, gewoon platteland, op platteland, volle grond. We zitten hier op het platteland. Hij is helemaal in de war, deze man. Ja, dit vind ik dan gewoon heel erg leuk. Grappig is, dit kweken ze gewoon op Madeira, op de berghellingen, vol in de zon. Dan denk je van ja, dat is toch geen moerasplant. Nou, moet je even kijken hoe die erbij staat. Dat is toch fantastisch. En als jij een klein plekje hebt, gewoon een pot, waterdicht, beetje grond erin. Strelitzia erbij. Genieten. Beetje Ibiza-sfeertje. Kijk, het maakt ook helemaal niet uit hoe groot jouw tuin of balkon is. Gewoon een schaal met water. 3 moerasplanten erin. 1 waterlelie. En misschien nog wat drijvende plantjes. En je hebt het, hè? Maar dan moet je dus wel een zuurstofplant erbij of zo, hè? Anders wordt het troebel. Ja, je neemt altijd wat zuurstof. Kijk, de combinatie is het mooist. Want ik heb net uitgelegd dat er zijn onderwaterplanten, moerasplanten, drijvende planten enzovoort. Dat je een beetje een leuke combinatie gaat zoeken. Een beetje wat bij je past en wanneer je wilt dat het bloeit. Maar wat ik wil aangeven, al is het maar zo groot. Het is te leuk. Niet alleen de vijvers zijn hier 40 jaar oud, maar natuurlijk ook alle grote beplantingen die hier staan. Hier achter mij, en dat vind ik zo waanzinnig, dat zijn 2 meerstammige catalpa's, de trompetboom. Dan moet je even zien hoe kolossaal dat is geworden en hoe stoer die stammen zijn. Maar door dat wat lichtgroene blad en dat licht wat er vervolgens doorheen schijnt, ja, is het hier bijna, als het zonnetje doorkomt, is het bijna sprookjesachtig mooi. Nou, er staan niet alleen oude catalpa's, ook oude Japanse esdoornen. Een oude man. Nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Wat ik daarentegen wel ben tegengekomen, ik bedoel, wie de bal kaatst, dat is jouw favoriete plant, Kaatje. Kijk eens even, jouw Viburnum retidophyllum. Ik vind dat je zo lelijk doet. Ja, het is gewoon een stoffig ding. Ja. Het is een beetje een eikenhouten meubelplant. Een eikenhouten meubelplant is het, ja. Jaren 70. Kijk, die prachtige bloeien, dat is de moerasgladiool. Juist in september staat hij er zo bij. Ik bedoel, het is echt een najaarsbloeier. Dat gewoon in een pot op je balkon, het is natuurlijk te mooi. Bloeit ook lekker lang door. En het grappige is, wat je hier nog meer ziet, deze drijver. Kijk, dit is een drijver, deze. Zie je? Is dit gewoon los? Dat is de krabbescheer. Echt wel een behoorlijke woekeraar ook wel. Maar ja, weet je, als er wat te veel in zit in je vijver, pluk je er een paar uit. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Maar het is wel een hele mooie plant. In de winter duikt hij onder en in het voorjaar komt hij weer los en dan stijgt hij weer. En dit is het zomerbeeld. En dan nog een ding. Daar zie ik een half open knop van de waterlelie. Kijk, je hebt een paar dichte knoppen en kijk eens even naar die half open knop. Ja, ik blijf ernaar kijken. Ik weet niet waarom. Ik vind het zo bijzonder. Kijk, en dit type vijver werd op een gegeven moment, nou zo rond 2000, helemaal in. Strakke vijvers met een natuurstenen afwerkrand. Centimetertje of 50, 60 verhoogd. Dus echt opgetild uit de tuin. En dan ook zo'n 70 centimeter diep. In dit geval staan er heel veel planten in. Ja, dat maakt hem heel romantisch aan de ene kant ook nog, ondanks de strakheid. Maar vaak stonden er misschien maar 2 planten in en was het bedoeld als spiegelvijver. Nou, op dit moment wordt het gelukkig niet zo heel veel meer gemaakt. Want ja, alleen zo'n platte bak met water, ja, het is leuk, maar je bent er ook een keertje op uitgekeken. En bezint eer je begint. Want als je zo'n
gebouw als dit wil neerzetten en je fundeert dat niet goed, dat je denkt, oh, ik doe een paar tegeltjes en ga lekker bouwen. Voordat je het weet, knikt die, scheurt die ergens, ja, en dan kan je echt opnieuw beginnen en dan gaat het ook serieus geld kosten. Dus een vijver die verdiept ligt, eigenlijk in zijn natuurlijke manier, hè, water altijd naar het laagste punt, heeft bij mij toch wel de voorkeur. Maar goed, blijft leuk om te zien. Kijk eens even naar deze Campsis klimplant. Ze hebben een gele en een rode door elkaar gezet. Hier blauwe regen. Nou is dit nog niet zo oude, maar ik ben er al een paar tegengekomen. Zulke dikke stammen, hè? Dat zijn gewoon blauwe regens van 40 jaar oud. En kijk even hierna. Dit is een Notophagus, deze boom. Dit geloof je bijna niet. En die is in toeven geknipt. Je noemt dat pompon, geknipt. Doet wat Japans aan. Hele klus natuurlijk om dat bij te houden. Maar als je dit in je tuin hebt staan, heb je wel een blikvanger, hè? Wat ze hier ook hebben, dat zijn geperforeerde hosta's. Heel speciaal soort. Maar goed, je zal maar slak zijn en je verveelt je. Je moet iets te doen hebben natuurlijk. En hier, kijk even, die wordt bezocht door vlinders. Heel veel hommels en bijen komen erop af. Dit is een inheemse plant, dat is de Eupatorium. Hij is nu wat scheef gezakt door wat regen wat erop gevallen is. Maar als dit rechtop staat, is het gewoon dik 2 meter. Hè? En die kom je gewoon in het wild ook tegen. Het is echt een moerasplant. Aan de randen van de beken kom je dit tegen. Ja, ik kan nog wel doorgaan, want het is gewoon te veel. Ik vind het leuk. Ik ga nog even door. Kijk, ook qua ontwerp is het gewoon echt goed gedaan. Er zitten hoogteverschillen in, er zit spanning in, diepte, bladcontrasten, harde elementen, maar het groen overheerst gelukkig. Het zit gewoon echt goed in elkaar. Nou, wil jij nog iets met je tuin? En dat je denkt van, nou weet je, ik wil een hele renovatie, er moet een goed tuinontwerp komen. Dat kun je zelf ook leren. Wij hebben in onze tuinmanagershop hebben wij de tuinontwerpcursus. Daarin leer ik jou met welke harde elementen je kunt werken, hoe het werkt met hoogteverschillen, diepte in de tuin, spanning in de tuin, zichtlijnen, gaat over verlichting, gaat over houtsoorten, welke beter zijn, welke misschien juist wat slechter zijn. Kortom, najaar komt er toch aan, mooi plannen maken voor het nieuwe jaar.